een broodje kaas, ja, een broodje hamkaas en komkommer en een broodje hamkaas en sla en twee bits. We hebben aan de overkant geen kantine en geen automaten. Wat vind je daarvan? Nou, ik vraag dat het wel moet, omdat ja, ik heb bijvoorbeeld als kind vergeet zijn brood en dan kan hij heel niks kopen. En als je overkant gaat, dan mag je helemaal niet en word je teruggestuurd en zo. Waarom mogen wij hier geen eten en drinken halen in de pauze? Dat is vanuit de directie is dat zo beslist. Maar ja, ik ben daar zelf van mening dat het eigenlijk wel zou mogen. Dat is mijn persoonlijke mening in ieder geval. Maar de directie heeft daar de laatste woord in. Ik ben hier nu 1 jaar directeur bijna. En in het verleden is besloten om op de onderbouwlocatie om daar geen automaten meer te hebben en dat de leerlingen zelf hun eten meebrengen. En dat vonden ze ja, goed voor de leerlingen en goed voor de sfeer in de school. Hier zijn toch ook automaten? Ja, en dat betekent, ja, we hebben 2 teams. Hè. Je hebt het onderbouwteam met meneer Anastasia en die hebben hun eigen gebouw en hebben ook hun eigen sfeer in hun eigen gebouw. De bovenbouw is in de, toch een andere locatie. Er zijn oudere leerlingen, er zijn net even iets andere regels en een andere manier van met elkaar omgaan als in de onderbouw. En dat is een keuze die we in het verleden ooit hebben gemaakt. Ongeveer in de jaren 80 stond daar op de schoolplein een frietent en een ijskowagen. En nu gaan we naar de buurtbewoners om te vragen of ze dat nog kunnen herinneren. We zijn nu op bezoek bij mevrouw Tine Forsten. Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 36 jaar. Kunt u zich herinneren dat hier in de jaren 80 een frietent kwam? Ja, en daar hebben ze veel overlast van gehad. Dus dat de kinderen dus de rommel niet opruimden. Dus de hele schoolplein staat nu voor prullenbakken. Dus, en je ziet nog dat het er langs gegooid wordt. Dus het is gewoon, ja, het ligt heel erg aan de jeugd zelf. Als ze een rommel opruimen, zou je geen problemen in de wijk hebben. Maar ik heb het ook wel eens gehad dat ik naar school ben gegaan en kinderen opgehaald heb. Dat ze hier de troep op moesten ruimen, zo verlacht. We proberen nou voor te zorgen dat er weer een frietent komt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is dus... ik zelf vind het niet erg. Ik vind het wel niet gezond voor jullie. Maar er moet wel gekeken worden dat er geen troep over de straten rondslingeren. Dat is het grootste probleem altijd hier in de wijk. Als de leerlingen dus geen rotzooi maken, mag van mevrouw Tini Korsten wel weer eten verkocht worden. Wij vragen daarom ook aan meneer Anastasia, de kernteamleider van de onderbouw, waarom er geen automaten zijn. Tot voor kort stonden hier allemaal snoepautomaten met als gevolg dat kinderen in plaats van een gezond boterhammetje, dan nemen ze mee geld om een chocolaatje te kopen, om een cola te kopen enzovoort. En sinds we die automaten niet meer hebben, merk ik dat kinderen elke dag keurig met hun boterhammetje komen, met hun drink komen. Dus in feite mag je trots zijn op je school, want wij lopen voor op de landelijke ontwikkeling om het snoepen van kinderen op school terug te dringen. Hier kan toch ook een kantine komen waar alleen broodje gezond wordt verkocht? Nou, je loopt eigenlijk voor op de ontwikkelingen. We hebben net afgesproken dat wij dit jaar nog beginnen, direct na het examen van de 4e klasse. Aan deze kant wordt dan de mogelijkheid gecreëerd om broodjes te verkopen en ja, meer zeg maar dat gezonde spul uit de kantine aan de overkant. Dus vanaf begin mei starten we hier, maar tegelijkertijd zijn de 2e klassers en die worden dan in de gelegenheid gesteld om aan de overkant te poseren en dan kunnen ze lekker genieten van de ruimte en ook dus van de kantine.